begon allemaal 13,8 miljard jaar geleden. Voor de oerknal was het heelal samengeperst in één punt dat veel kleiner was dan de kern van een atoom. Het bevatte een oneindige hoeveelheid energie. Alle energie die in het heelal aanwezig is, was in het kleine punt samengemeld. Minder dan een miljoenste seconde na de oerknal begon het snel uit te dijen. De temperatuur was enorm hoog, ongeveer 50.000 miljard graden Celsius. Doordat het heelal snel uitdijde, ging het ook snel afkoelen. Het heelal was een uiterst compacte oersoep van stralingsdeeltjes en daardoor nog ondoorzichtig. Zo'n 400.000 jaar na de oerknal was het ons uitdijend heelal zo koel dat uit kerndeeltjes en elektronen de eerste atomen konden worden gevormd. Atomen zoals waterstof en helium worden samengetrokken. Hierdoor worden er zwaardere elementen gevormd door middel van kernfusie in een ster, zoals koolstof, stikstof en fosfor. Dit zijn belangrijke elementen voor de bouw van de cel. Wanneer een ster ontploft, worden gasdeeltjes het heelal ingestuurd, die onder invloed van de zwaartekracht weer onder hoge druk komen te staan en hierdoor ontstaat weer een ster. De zware sterren kunnen ontploffen, dit worden supernova's genoemd, en hierbij ontstaan elementen zwaarder dan ijzer. Maar hoe zijn aminozuren nou uiteindelijk ontstaan? Zij ontstaan doordat er energie in de vorm van bliksem in aanraking kwam met de oersoep, waardoor bepaalde chemische reacties tot stand kwamen en hieruit aminozuren ontstonden. Deze aminozuren zijn de bouwstenen voor eiwitten. Maar wat is nou precies de structuur van een aminozuur? Een aminozuur is een organische verbinding die zowel een carboxygroep als een aminegroep bezit. Deze bouwstenen zijn dus al gevormd tijdens en na de oerknal. De C wordt de basis van de aminozuurketen. En de aminogroep en de zuurgroep maken een peptidebinding mogelijk. Maar hoe zijn de eerste eiwitten ontstaan? Het begon met enkelstrengs RNA, ribozyme genoemd, wat een katalyserende en erfelijke rol had. Door mutaties ontstonden er OH-zijketens, waardoor een dubbelstrengse keten kon ontstaan. Die keten was stabieler en zo ontstond de hele structuur van DNA zoals wij die nu kennen. De nieuw gevormde dubbele helix, DNA, verloor hierdoor zijn katalyserende werking. De gevormde dubbele helix ging hiervoor nieuwe moleculen afschrijven, namelijk eiwitten, via transcriptie en translatie. Naast de katalyserende werking vervulde de eiwitten ook een rol in het tegengaan van entropie, het idee dat het systeem naar chaos streeft. Om entropie tegen te gaan, heeft het leven zich geïsoleerd van de buitenwereld via celmembranen dat bestaat uit eiwitten en lipiden. Deze bestaan weer uit fosfor, het element dat is gevormd in de sterren na de oerknal. Binnen de cel moest het principe van entropie tegengaan worden. Met als gevolg dat er compartimenten werden gevormd binnen de cel, staande uit eiwitten. En zo komen wij tot de cel die wij vandaag de dag met ons meedragen.